Hey, yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van LEGO Star Wars 3. Wat de fuck was dat nou net? Nou, het zal wel, maar vandaag gaan wij een nieuwe, ja, campaign level dingetje kiezen, zeg maar. Want we hebben Poggle de lessen gevangen en vandaag gaan wij eens even kijken wat we nou, gaan doen, zeg maar. We kunnen achter Ventress of we kunnen achter Grievous aan. Om eerlijk te zijn, het lijkt me leuker om achter Grievous aan te gaan, want, nou, het is generaal Grievous. En Grievous is cool, dus dan gaan we daar achteraan. Story, helemaal prima. Story, ja, oké. Ja, hup. Wat? Oh, ik druk de verkeerde knopje. Oké, goed. Tam-da-da-dam. General Grievous, ja, dit zit me niet. Oké. Hey, en ik ken in Ahsoka. Oh god, de Twilight, dit al. Ha, gay. Nee, oké. Oh, dit is dat level met dat ze zo op dat grote ronde Death Star dingetje gaan, of niet? Ja, kijk. Ja, ik ken alles, jongens. Allemaal Clone Wars, Season 1. Natuurlijk Sodi met die Astromech er doorheen. Oh, dit is met die verraderlijke Astromech. Oh, cool. Jee, daar is die. Die is gigantisch. Nou. Hoe heet die ook alweer? Glimpie of zoiets? Ik weet het allemaal niet meer, hoor. Oké, goed. Nou. General Grievous, meneer Gaval, waar zit u? Eens even kijken. Oh god, droids. Only certain characters such as Robino can change the panel. Oh ja, Robino of zoiets. Nou, in ieder geval, dat is dat verminkte Astromech dingetje. Kun je bouwen zo en dan of zo. Kun je het slopen, dan krijg je geld voor of zoiets volgens mij. Ja, daar krijg je levens van. Hup. Hé, hey, maar gouden Astromech. Of gouden droid. Die kun je killen voor geld of zoiets. Oh, die kreeg je niet kapot, hè. Dat is het kutte. Even kijken. Maar rechts wel. Tenminste, als het goed is, kan ik die kapot krijgen. Nee, ik kan die niet. Oké, goed, het zal. Nou, in ieder geval, we gaan maar gewoon eens even verder. R2-D2. Oké, nou, het zal. Bam, 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 bam. Kunnen wij ook doen, want wij zijn ook Astromech. Eens even kijken. Ahsoka worden. Ja, oké, goed. Nou, Rex. Ga eens even een bom plaatsen. Het is de laatste hele grote bom. Haalt hij ook zo mooi uit zijn zak. Nou, het zal. Eens even kijken. Nou, kan dit open? Of niet? Dun, 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 dun. Dit moet toch open kunnen, of niet dan? Nou, dit is mijn sloop dan. Oké, goed. Nou, wat moeten we nu doen? Daar staat een bom. Dat is wel leuk en aardig, maar... kapot maken. Ik heb zo het gevoel dat wij hier zometeen wat moeten doen. Eerst dit kapot. Oké. Kijk, we moeten hier iets bouwen. Oké. Nee, niet jij. Stom ding, wegwezen. What the fuck moet die droid nou bij ons dan? Is dat ding vriendelijk? Vriendelijk of zo? Nou, hoppakee. Zo. Hé, hey, wat is het nou? Oh, hier kunnen we ook een bom plaatsen. Oké, nice. Ik heb deze dan wel op de Wii gespeeld, maar... ik was helemaal vergeten hoe we alles moesten doen. Zo, oh, zo, oké. Dus als je twee bommen hebt geplaatst, dan gaat dat ding open. Oké. Nou, kom op, Ahsoka. You can do this. Oh, god. Droids. Oh, god. Droids. Niet toch. Sterven. Ik snap niet waarom ze nog droids inzetten tegen Jedi's. Ze kunnen ze toch niet aan. Op een gegeven moment moeten we ook iets op Naboo gaan doen ofzo. Dat is ook een super episch level. Ik weet niet meer wat het is. Jee, mouse droid, kom maar. Dood? Nee, of niet? Nou, kom hier. Oh, sterf, goed zo, 1 van de 5. Eens even zien. Ja, naartoe D2 of zoiets. Ik weet niet hoe het ding heet. Wacht, dan kunnen we op een hele makkelijke manier achterkomen. R3-S6. Oké, het zal. Nou, hebben we dat droidica hier, wat gewoon niks voorstelt. Want die hak je ook zo in mootjes. Kijk eens aan. Even zien, dan moeten we even voorzichtig met het roerde draad en zo. Met de bommen mantelen en dat soort meuk. Oké, zo. Kapitein Rex worden. Kapitein Rex plaatst een bommetje. Oké, hoppakee, zo. Nou, even weer Ahsoka worden. En dan krijgen we dit weer hier. En dan moeten we Rex weer. En dan trekken. En dan komt dit weer omhoog. En dan Ahsoka weer, want die hakt dit weer allemaal kapot. En dan zo, bam. Slopen, krijg ik geld voor, belangrijk.
The fuck? The fuck doet dat? Hup, choppy choppy, oké. Okay. Nou, kapitein Rex dingetje. Wat doet die grote droid nog bij ons eigenlijk? Is dat ding dan goed of zo? Of the fuck? Oké, nou, we moeten nog wel ergens een bom plaatsen volgens mij, zo te zien. Of kunnen we verder lopen? Oh, we kunnen verder lopen. Pff, faal. Als ik deze droid in elkaar zet, is die vriendelijk? Nee, niet vriendelijk. Oké. Okay. Nou. Kijk, wat gebeurt er als we dit doen? Oké, okay, we geld verpakken. Oké. Okay. Oh god, droids. Tan 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 tan. Wisten jullie trouwens dat de makers van de Star Wars muziek ook de Indiana Jones muziek hebben gemaakt? Omdat LucasArts daar heeft aan meegewerkt. Dat is best wel cool. Tenminste, het viel mij echt enorm op dat het praktisch hetzelfde was. Dus, en daarna zag ik ook Made by LucasArts of zoiets. Het zal wel. Dus volgens mij is het wel hetzelfde. Nou, wat hebben we hier? Een kanon ding. Daar hebben we Rex voor nodig. Goed ho. Goed zo, Rex. Oké, nu kan Rex een bommetje plaatsen. Oké. Okay. Bom erop. Goed. Nou, dan kregen we dat schorrimorrie. La 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 la. Oké, okay, Ahsoka. Geen idee waar de rest van mijn team uithaakt, want zo, wat is dit? Oh, C-3PO, oké. Okay. Even zien zo. Jee, droidjes gaan allemaal sterven doen. Goed zo, sterven. What the fuck, wat is er nou voor meugelsaugers? Hij heet chop dat ik goede mootjes, oké. Okay. Een moment naar ding. Oké, okay, nou, oh god. Krijgen we eerst kapitein Rex. Huppakee. Oh mijn god, daar hebben we Ahsoka voor nodig. Ja, sorry, biedt het daar maar tegenaan. Oké, okay, goed. Kapitein Rex. Bom erop. Huppakee. Ik denk dat ik al een naam heb voor deze aflevering. Huh, bom erop. Kom hier, oké. Okay. Nou, Astromech. Zo, gaat het lekker snel dit. Oh god, wat is dit nou? Het is nog een faalheid. Force. Force, oké. Okay. Hartstikke idee. Oké, okay, goed zo. What the fuck is dat voor raar beest? Nou, het zal al. Vast geen Rangrievous heusdier. Oh nee, dat was dat rare beest. Kregen we later van mee te maken. In zijn leer. Oké, okay, nou, nog meer bommen plaatsen. Kunnen we nog meer bommen plaatsen hier of niet? Even dat ding omhoog halen. Even kijken. Nou, dit maar kapot maken dan. Kregen we tenminste geld voor. Dat is in ieder geval iets. Dus even zien. Oh wacht, die droid die kan dat doen of zo, of niet? Ik kan niet switchen naar die kut droid. Oh wacht, maar met Rex. Kijk, die droid die doet het gewoon voor ons. Goed zo. Aardige droid. Wist ik ook totaal niet dat dat kon of zo, maar... Nee, ik wist het echt niet. Dat is grappig. Kan dit kapot? Tuurlijk kan het kapot. Het is Lego. Alles kan kapot. Dus even zien. Oké, wel, dit ziet er interessant uit hier. Slopen. Oké. Okay. Ik vind die animatie ook zo cool. Helemaal in die grond zo. Met dat geel en dat het helemaal zo oranje is en zo. Dat is wel cool. Dus even zien. Geld. Jee. Oké, okay, wat moeten we nu doen? Volgens mij sowieso is het met die astrom. Echt. Jee, dit kan ook vliegen als het goed is. Dus dat ding te obese of zo. Huh, sterf. Huh. En Rex. Huh. Ding hoort toch te kunnen vliegen, of niet soms? Nou, het zal. De trajet maar niet. Stel nou! Oh god, dit is dat verraderlijke stuk. Hup. Chop, 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 chop. Oké, okay, nou, dat is dat. Oké, okay, nou even die droidtje eventjes. Huppakee, zo. Chop, 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 chop. Hatschie, kijk eens even aan. Hoeven we dat ook allemaal niet meer stuk te maken. Chop, geld. Het is crisis, dus we hebben extra veel geld nodig. Dus even kijken, wat moeten we nou precies doen? Even kijken, we kunnen hierheen. Oh, kijk, daar kan Rex een bom plaatsen. Rex, kom eens even mee, Mattie. Jee, bom erop. Oh, wauw.
Huh, bom erop, op zijn hoofd. Bam. Ha ja, zo wat poep droid. Ik gooi een bom op jullie hoofd, oké. Okay. Goed, dan gaan we eens de bom even plaatsen. Ik ga dan zo kan even die droids killen. Niet dat dat überhaupt gebeurt of zoiets, maar het zal. Ik geloof dat mijn goede was ook weer gaan worden, want... En vervolgens is die Astrom echt dood gegaan. Oké, okay, wel GG, één aflevering. Nee, oké. Okay. Dat draait het allemaal om, maar goed. Ja, hup, 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 hup. Kut droids, ga sterven doen. Oké, okay, goed. Nou, nu moeten we even vat maken. Oké. Okay. Oké, okay, dat is wel cool. Soms hebben ze ook zo'n hele coole animatie dat ze het zwaard zo pakken en zo. Dat is echt chill. Even kijken, Rex. Dan komt er ooit uit. Hachi, zo, op je been. Ja, iedereen heeft in jouw hoofd één, oké. Okay. Bom erop. Ik zei bom erop, oké. Okay. Goed, dat zijn alle bommen. Je kut, Delroid. Why you do this? Zo, we hebben een visite. Fucking geweldig. Oh, wat is dat nou? Wat is dat nou, Grievous? Geweldig. Oké. Okay. Zo, Rex vraagt de vader in. En Ahsoka ook wel. Tuurlijk gaat hij echt Ahsoka aan, het is een Jedi. Nou, hier hebben we Anakin, die zit achter auto duty one, want die was gekidnapt of zoiets. Oh ja, die kun je switchen. Oh, GTA, ja, shit, nee hoor. Nu kunnen we gaan switchen tussen Anakin en Ahsoka. Als je even kijken. Wat moeten we doen? Hup, bam, bom erop. Chop. Nee, je demon. Die op je hoofd. Zo. En dan krijg je nog wat op je hoofd van mij zo meteen. Godverdomme. Grievous is echt OP, die wil ik ook. Die, ja, bakkes. Oh nee. God, die maait ook echt die gast, hè. Dat is gewoon erg. Godzie. Ga dood. Jij. Nou, hup, op je hoofd. Jezus, hoe moet ik dit doen in godsnaam? Die kerel die chased mij overal en nergens. Om niet te doen dat. God van Grievous. Ik haat jou. Jij ding. Jij mens. Hij doet serieus ook gewoon helemaal niks, hè. Heb ik toch... Nee! Gewoon ook echt weg. Kan ik daar niet bij ofzo? Ja, halleluja. Zo. Yes, eindelijk. Ik heb hem eindelijk tot één hartje gebracht. Halleluja. Oké, en nu? Ik ga die droids even in elkaar zetten. Dat daar. Hebben we een arm. Die zou wel aan deze kant moeten, denk ik. Waar moet die arm dan aan, Ahsoka? Waaraan? Ik weet dat hij aan die droid moet, oké. Okay. Nou, kom dan. Huh? Oké, okay, nou, we hebben een droid. Oké. Okay. Wat moeten we doen? Achter Grievous aan zeker? Of moeten we switchen naar Anakin ofzo? Gaan we dat doen? Oké, okay, zo dus. Tan 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 tan. Nee, wat doe je nou? Ik moest toch een haaspel. Oh nee, dat was. Spam het, spam H maar. Oké, okay, chop, oké. Okay. Oh.
Chop, chop, chop. Jij ook dood. En dan... Jij gaat erachteraan. Oké. Okay. Ik ga het eindelijk even voor dood voor jullie spelen hier. Oké, okay. Nou, het zal... Oh god. Sterf, oké. Okay. Waarom dat hij geen damage neemt als hij het zo aan het doen is? Ga toch sterf doen. Demonen van Satan, oké. Okay. Nou, droids. Kom dan, jongens. Stomme Magna Guards. Dingen zijn wel cool. Droids. Ik haat jullie, ga dood. Oké, okay, wat is er voor iets? Een of ander ding. Voor R2-D2. Presume and hold to select the other screen. Oké. Okay. Oké, okay, en nu? Wat moet ik nu doen dan? Wat moet ik doen? Hallo, wat moet ik doen dan? Ja, schiet dat kapot. Goed zo. Kijk, nu kunnen we iets. Je haar houden, oké. Okay. Goed zo, Soka. Hak het kapot. Jee, trappetje. Hey, griefus. Wat moet ik hier doen dan? Oh, wat? Oh, dat ding moet ik daar opzetten natuurlijk. Ja. Daar op. Oké. Okay. Jee, nu kan Anakin nabij. Oké, okay, nou moet ik even Anakin weer worden. Coole switch animatie. Stuk beter dan mijn GTA voor zichzelf. Even kijken, zo. Wat moet ik nu doen? Arthur in elkaar zetten of zoiets? Waarschijnlijk. Ja, zie je hoe Arthur in elkaar zetten. Het lijfje gaat hier. Beentje gaat aan deze kant. Ja, oké. Okay. Dan hebben we nog een been. Even kijken, die gaat ook aan deze kant. En daarin graag. Dank u zeer. En dan de kop van dat ding. Dat gaat bovenop. Oké, achter die toe. High vent. Gaat hem jou. Nou, kom op. Achter die toe. Oké. Achter die kan ook niet vliegen, wat? Gaan jullie zien. Boom, detonate. Oké, zo. Boom, die ook stuk. Goed zo. Dan kan de Soka achter Grievous aan. Geen idee waarom Soka dat zou willen. Want Grievous is veel te OP voor haar. Maar goed, het zal. Niet dat mij dat ook maar boeit of zoiets. Even kijken. Goed. Nou, kom op. Arthur Dito, volg mee. Maar. Jee, de hangar battle. Met die grote Jena droids. Ik ken dit allemaal uit de film. Of nou ja, film. Serie eigenlijk. Het is wel. Gigantisch lang geleden dat ik het heb gezien, maar hoor. Ik heb het gezien, daar gaat het om. Jee, dat is die poepastroomweg die dat allemaal doet. Jee, ik zei het. Nou, dan hebben we die hele droids. Geweldig. Goed zo, zap dat ding. Rex gaat helemaal rampant. Zo, vechtersbaasje. Ja, dat gaat ook interessant worden. Nee, Ahsoka. Jee, kapot. Nou, oké dan. Dat gaat ook heel episch worden hier. Zo. We zijn hier immers wel op een hoofdkwartier van droids en meuk, dus ja. Oké, zo. Nou, wat moeten we precies allemaal doen, jongens? Leg het eens in me uit. Wat moeten we allemaal doen, hè? Oh, wacht. U hier in het droid. Oké. Okay. Nou, fuck. Oh ja, wat raketten. Boom de boom boom. Kapot. Goed zo. Raketten. Raketten zijn altijd leuk om te beschieten. Kijk eens aan. Oh, ik wil dat. Geef dat. Geef. Oké. Okay. Moet je zien hoeveel helft dat ding ook heeft. Tan 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 tan. Boom de boom de boom de boom de boom. Boom erop. Oké, okay, dan moeten we even achter die toe warren. Want die moet waarschijnlijk hier iets doen. Dus even zien. Oh, liftje. Oké. Okay. Achter die kan hover, press en hold J. Oké. Okay. Dat doe ik.
Ik hou je ingedrukt. Het faalt gewoon. Oké. There we go. Oké, Oké, hier, bitch. Ja, oké. Nou, wat nu? Oh, niet toch? Nee, mannen. Nou, kom hier. Zeppen. Nou, en nu? Ja, uiteraard, jongens. Natuurlijk. Nou, eerst al die droids maar eens even door hier. En eerst dit ding maar eens even kapot maken. Zo, hup, 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 hup. Hachi, die kop eraf. Oké. Boom, bom erop. Kapot. Oké, dan. Ik wals gewoon overal langs hier. Doe dit, er zit me gerit in een straalschild. Er zit me echt geen klapkloon. Jee, ik kan die meuk bouwen. Oh, dit is zo'n plasma-bom ding, of niet? Kijk, ik moet er even opzetten. Kijk eens aan, zo. Even goed erop. God, dat ding staat weer in de weg. Kijk, zo. Kijk. Oh, wat? Deed ik dat nou net? Fuck. Nou, het zal auto-detail. Oké, nou, hallo. Zeppie, 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 zeppie. Oké. Wat? Is dit doen of zo? Oké, wat doet dit? Oh, dat brengt de Twilight een stukje omhoog. Oh, wel min aan een stukje. Oh, heel veel geld ligt daar. Oké, dan moeten we even pakken straks. Zeppie, 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 zeppie. Jij wordt gezept, jij stom ding. Ik kan het winnen naartoe. Je kunt goed zo. Gaat dat ding nou weer doen dan? Oh my god, ik ben er helemaal simpel van. Nou, kom op, wat doe je? You can do this. Hup, dat openmaken. Is dat nou? Oké, dan wel geweldig. Oké, dan hebben we wel even meer dan Rex nodig. Anakin, oh mijn god. Ik zei Anakin. Nee, niet Rex weer, Anakin. Dan is het zo, die moet ik daar nog even op. Zo, zet ook vanaf. Zo, en jij moet even dood. Choppy, choppy. Oké. Goed, nu hebben we die Twilight nodig, denk ik. Of zoiets, ik weet het ook niet. God, droids allemaal hier. Rennen, Anakin. Even kijken, hier ligt allemaal geld. Ja, geef dat. Money, 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 money. Oké. Nee, toch? Oh, wat een faalheid. Zo, dat allemaal naar buiten pleuren. Zo, hup, jij moet even op solibieter jij. Oké, even dat bouwen. Dop, 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 dop. Hé, dat is mijn Starfighter. Jee, man. Oké, ik erin, zo. Nou, even dit pakken, zo. Van die plasma bobben. Oké, dat is één. Nee, Arthur, wat doe je daar naar boven dan? God, dan gaan ze een beetje tegen elkaar aan zitten beuken. Daar schieten we echt ook veel mee op. Jongens, zap elkaar dan gewoon. Dat werkt toch een stuk beter. God, kijk helemaal naar binnen. Van die meuk gaan halen. Kijk, ja, bok op jullie allemaal. Ik haat jullie. Jullie zijn lelijk, dom en jullie stinken. Oké. Boom, bom erop. Oké. Jee. Oh god, nee, Arthur. Arthur, kom eraan. Oké, ik ben er. Nou. Wat? Ik moest toch met een Starfighter dat ding of zoiets? What the fuck, man? Niet toch, niet toch, niet toch, niet, niet, niet. Kijk, daar hebben we de Starfighter. Goed, zo. Kijk eens aan. Wij hebben Arthur teruggehaald. Level complete. Free play unlocked. RSS6. Dat ding, dat boeit me geen vlekker. Jee, Arthur D2. Dat ding boeit mij wel. Zijn we twee characters erbij? Dat is altijd nice. True Jedi. Oh, 42%. Ik had gewoon boven de 50, maar ja. Nou, sowieso 40.000. Jee, kijk eens even aan. Waarom zeg ik steeds boven de 40.000? Ik bedoel 400.000. Er zit een heel groot verschil tussen. Maar liefst één nulletje. Gold bricks, oké. Okay. Continue story, sure, why not.
Nou, wat zullen we nou allemaal krijgen? Waarschijnlijk is Schieven zo boos. Oh nee, we krijgen geen cutscenes. Oké. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Als jullie deze aflevering leuk vonden, vergeet dan niet een leuke kleine like achter te laten. Abonneer voor meer Lego Star Wars 3. Volg mij trouwens ook nog even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Lego Star Wars. Dus ja, later mensen.